In Gelderland kunnen we trots zijn op onze universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. Daar wordt namelijk baanbrekend onderzoek verricht. Klein onderzoek, maar ook heel groot. Hey jongens, goed dat jullie er zijn. Vandaag gaan we een Mindlight spelen. Gaan jullie mee? Kun je met behulp van een computer kinderen van hun angststoornis afhelpen? Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt deze vraag tot op de bodem uitgezocht. Dat onderzoek wordt gedaan door Elke Schoneveld. Dat ben ik. Dat doet ze met behulp van Mindlight, een computerspel met een wel heel bijzondere manier van besturen. Dan gaan we zo meteen deze eventjes bij jullie opzetten. Dat is de Mindwave en die meet hoe ontspannen jullie zijn. Mag je even deze kant op kijken? Elke Schoneveld, het lab is aan u. Mindlight is een videogame voor kinderen met angstklachten. En het leert kinderen om te ontspannen terwijl ze in een hele spannende situatie zitten. En zo kunnen ze dus leren als ze buiten de game in een spannende situatie zitten om ook weer te ontspannen. En eigenlijk met die angst om te gaan. Kijk, zie je die gele glans? Als je nu op A drukt, dan gebeurt er iets. Eindelijk. Je kan alleen tegen de duisternis vechten als je angst loslaat. Zij hebben een apparaatje op hun hoofd dat de hele tijd hun hersengolven meet. En dat omzet in een ontspanningswaarde. En die ontspanning wordt weer in de game gebruikt. En hoe meer ze ontspannen zijn, hoe meer licht ze hebben. En de game is heel donker, dus ze hebben dat licht echt nodig. Bijvoorbeeld, nu ben ik wel rustig en dan schijnt mijn lampje. Dus nu kan ik ook overal zien. Voor kinderen is dat soms heel lastig om te voelen hoe ze zich eigenlijk voelen. En ze zien dat dus in de vorm van licht, van hey, nu ben ik ontspannen. Hey, zo voelt dat. En hoe kan ik dat dan opzoeken in een situatie buiten de game, dit gevoel weer? Dit is ook zo'n kastje waar je in kan me concentreren. Dan kan ik daarin verstoppen. Ja, en nu ben ik daarin verstopt en dan kan niemand me dus pakken. Maar als je bijvoorbeeld heel onrustig bent, dan gaat het niet lukken. Heb je al dat monster in het midden verslaan? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het spel net zo effectief is als een traditionele therapie. Toch zal de computer de normale psycholoog nooit gaan vervangen. We hebben altijd psychologen nodig, omdat niet elk kind vindt het leuk om een videogame te spelen. En ook niet elk kind vindt het leuk om naar een psycholoog te gaan. Dus ik denk dat deze videogame en andere videogames voor mentale gezondheid kunnen zien als een soort van extra manier om een programma aan te bieden of een therapie aan te bieden. Het idee is juist van Mindlight is dat het naast een andere therapie kan bestaan en dat je wat meer keuze hebt misschien. Goed gedaan, Ruben. Die was best lastig, hè?